Het is 2 dagen na de wedstrijd van de dinsdag. Ja. Wat staat er vandaag op de planning? Nou, we gaan kort terugblikken en proberen om een beetje een aantal zaken die we in die wedstrijd niet helemaal goed uitvoerden, die op de training nu erin te krijgen, zodat we die zaterdag wel uit gaan voeren. Succes. Dankjewel. Ga volgen. Okay. Een aantal weken, een aantal maanden al bezig denk ik inmiddels hier bij Ares. Hoe bevalt u het nu toe? Het is de 10e week, zat ik vandaag te bekijken. En nou, het bevalt uitstekend eigenlijk. Wat maakt het dat het zo uitstekend is? Nou, dat ik weer aan de slag ben als basketbalcoach. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik na een jaar niet coachen en niet trainen. Vind ik wel ontzettend leuk om elke dag in de hal bezig te zijn aan een proces wat eigenlijk nooit stopt en waar je altijd mee bezig bent. Dat was ook de reden van de sabbatical, maar dat is ook nu de reden dat ik het ook weer erg leuk vind om te doen. Ik woon prachtig in een mooie omgeving, daar geniet ik dagelijks van. En ik denk, we hebben een leuk team waar nog een hoop mogelijkheden in zitten. En dat gaat met ups en met vallen opstaan, maar is wel heel leuk. Ja, u heeft een jaar sabbatical gehad, om het zo maar te noemen. Wat heeft u in dat jaar gedaan? Nou, ik heb vooral afstand genomen van het dagelijks werken met een team. En dat was eigenlijk het belangrijkste. En ondertussen geprobeerd om hoop ervaringen ergens anders op te doen. Dus ik ben in Amerika geweest. Ik ben bij het WK voor landenteams geweest. Ik ben in Italië geweest, bij een Euroleague team meegelopen. Gewoon om eigenlijk allemaal verschillende indrukken op te doen. Andere stijl van basketbal te zien, dat te bestuderen. En daarnaast heb ik ook een bedrijfje opgestart, lezingen gegeven, presentaties gegeven en heel veel bezig geweest met wat doet gedrag en gedragsinterventies met een groep, maar ook met de mens individueel. En ook om proberen om als coach een volgende stap te maken eigenlijk. Ja, u heeft dat heel bewust gedaan. Ja, ja. Ja, ik heb het heel bewust gedaan omdat je als je in een seizoen aan het coachen bent, is eigenlijk alleen maar de volgende training belangrijk, de volgende tegenstander belangrijk. Ja, als ik nu vandaag zo'n dag bekijk, dan beginnen we 's ochtends met krachttrainen. Daar ben ik al bezig met de planning van de komende maand. Hoe zit het wedstrijdschema in elkaar en hoe zit het trainingsschema in elkaar? Waar moet ik hard gaan en waar kan ik even wat gas terugnemen? Dan 's middags ben ik alleen maar bezig met een video voorbereiden voor deze training. Nu kom ik vanavond thuis. Ik moet een wedstrijdvideo weer voorbereiden voor morgen, want we spelen tegen Weert. En zo is het eigenlijk elke dag gewoon. Ja, je bent alleen maar in een soort koker waarbij je alleen maar bezig bent met de volgende dag en wat de volgende dag belangrijk is. Of hooguit een maand verder belangrijk is. Maar het zit hem helemaal in dat team. En een keertje daar afstand van nemen van dat dagelijkse, uit die koker een beetje weggaan en eens om je heen kijken en over de tijd voor hebben. En bijvoorbeeld naar een leuke cursus gaan met de trein. Hè? Dus lekker daar de tijd voor nemen en een goed boek lezen en dat soort dingetjes. Daar kom ik nu niet aan toe. En terecht ook, want dat hoort nou eenmaal bij dit vak. Maar dat was daar heel veel tijd voor en dat heb ik dus ook heel bewust gedaan. Als ik dat zo hoor, wat u zegt, wat u op een dag doet, dan heeft een dag met 24 uur niet genoeg. Jawel, ik zorg ook wel voor. Kijk, dat heeft die sabbatical ook geleerd. Dat ik me uitstekend kan ontspannen op het moment dat ik het wegleg. Dan ben ik ook helemaal klaar mee en kan ik het ook echt wegleggen. En op het moment dat ik ermee bezig ben, dan is het wel allesomvattend. En dan probeer ik het met 100% intensiteit en met concentratie te doen. Eigenlijk hetzelfde als ik ja, van mijn spelers ook eis. Wat we hier proberen te doen is even kort een paar clips uit de wedstrijd halen van afgelopen dinsdag. Kort laten zien over een onderwerp waar we het eigenlijk willen gaan hebben over de training. Dus we gaan geen ellenlange sessies doen in een aparte kamer of zo. We proberen gelijk vanaf het speelveld gelijk hier even te gaan kijken. Even met elkaar een paar dingen door te nemen en dan gelijk weer het veld op. Om zo snel mogelijk dingen te veranderen. Wat voor coach bent u? Geen idee, want dat ben ik. Ja, die moet even bij me inzakken. Ja, daarmee bedoel ik eigenlijk, je vraagt je dan, vergelijk je met die en die en hoe zit jij ten opzichte van hem en hem. Maar ik heb geen idee hoe andere coaches coachen en hoe zij dagelijks hun werk doen. Ik doe het naar mijn beste vermogen. En in die zin ben ik gewoon wie ik ben en heb ik geen idee wat voor soort coach ik ben. Dat kunnen alleen de spelers over oordelen die meerdere coaches hebben gehad. En die kunnen dus ook zeggen het is zo'n soort coach of zo'n soort coach en dat ben ik dan. Ja, wat maakt volgens u iemand een goede coach? Nou, in het topsport iemand die veel wint en kampioenschappen heeft. Ja, maar hoe behaal je dat?
Door niet je af te vragen, of eigenlijk niet bezig te zijn met het winnen zelf, maar met hoe je moet winnen. En die, eigenlijk al die details proberen in te slijpen in je team, om te zorgen dat je onder hoogspanning en onder druk kan presteren. Als ik uw training zo een beetje bekijk, en ook als ik na afloop van wedstrijden met u praat, dan heb ik het idee dat u echt uw werk doet volgens een bepaalde theorie, dat u die ook altijd volgt. Nee? Maar ik wou zeggen, wat zou die theorie dan volgens u zijn? Ja, maar... precies. Ik zou niet eens weten welke theorie dat is. Nee, ik heb niet een theorie in mijn hoofd zitten van, en nu moet ik dit zeggen of nu moet ik dat doen. Ik doe het denk ik heel intuïtief, maar ik ben wel geschoold. Dat is wel zo. Ja, u bent wel geschoold. Hoe bedoel je? Ik heb een achtergrond als docent bedrijfseconomie. Dus ik heb geleerd om voor groepen te staan en daar mee te communiceren. Ik ben gewend om interventies te plegen in groepen. Daar heb ik 4 jaar voor gestudeerd. Dus in die zin ben ik geschoold in dat proces. En daarnaast heb ik inmiddels genoeg ervaring. En dat is het intuïtieve, denk ik. Kijk, intuïtie is niet dat je zomaar wat doet, maar dat je alle kennis opstapelt en dat je vanuit die kennis handelt. Dit is de wedstrijd van afgelopen dinsdag, de nederlaag tegen Nijmegen in de beker. Ja. Wat zijn er nou specifieke momenten die u er al uit heeft gepikt? Ja. Ik werk met een videoanalyseprogramma waarbij je dus eigenlijk elk moment een aparte codering kan geven. En daarmee kan ik allerlei onderwerpen eruit halen die ik op die training eigenlijk wil gaan begrijpen. Hey, als je nu ziet, vandaag hebben we hier een lijstje gemaakt. Screen defense, boxing out, reading offense en transitie naar verdediging. Gewoon 4 onderwerpen waarbij we straks kort tussen de trainingen, in de training eigenlijk, kort eventjes naar gaan kijken. Gaan we straks ook nabootsen tijdens de training? Ja, en dat gaan we dan proberen om wat we zien, wat we niet goed doen, proberen te doen, wel goed te doen op de training. Wat heeft dit team nodig? Nou, vooral tijd, merk ik nu, en een heel portie geduld. Want ik denk dat er in dit team alles zit, maar voordat het echt bij elkaar gaat komen en voordat we het maximale gaan presteren, daar gaat nog wel even wat tijd overheen. Ja, hoe komt dat? Is dat met kwaliteit te maken? Nee, de kwaliteit is er voldoende, alleen de kwaliteit moet gebundeld worden, zoals in elk team. En ik denk dat op dit moment in de competitie, als je willekeurig welke coach ook vraagt, geen enkele coach zal zeggen van nou, het is klaar, mijn job is gedaan. Want het is nog super vroeg in de competitie. Ik bedoel, we hebben nu eigenlijk 2 wedstrijden gespeeld en de derde staat nu voor de deur. Ja, ik bedoel, uiteindelijk is ons werk in topsport is dat je een team ontwikkelt en ondertussen wint. Ik bedoel, zo werkt het ook. Bent u vooral met tactiek bezig? Ik probeer zo weinig mogelijk. Alleen soms heb je het nodig om spelers in een bepaalde positie te brengen, zodat we, eigenlijk zijn dat quick fixes over het algemeen. Hè. Het is een oplossing bedenken voor iets wat eigenlijk in de structuur zou moeten zitten. Maar soms moet je gewoon een team helpen en dan helpt tactiek zeker bij. Nou ja, omdat ik ook naar deze training kijk en dat ik het gevoel had dat het voornamelijk over tactiek ging. Nee. Dat zie ik verkeerd. Het gaat over principes. Het gaat met name over principes. Dus wat doen we op het moment dat er een bepaalde paas wordt gegeven? Wat doen we met de bezetting op de vloer en hoe krijgen die zo goed mogelijk? En dat is in voetbaltermen wel tactiek, maar in basketbaltermen niet. Het gaat meer over de principes, bepaalde automatismen erin slijpen, zodat als er bijvoorbeeld iets gebeurt, dat er altijd een tweede actie achter zit en altijd een vervolgactie mogelijk is. En wat ik nu tot nu toe in ons team zie, is dat we wel komen tot bepaalde opties, maar dat die opties eigenlijk verder moeten worden uitgekristalliseerd, verder moeten kunnen worden doorgezet. En het stopt nu een beetje met 1 paas en met een tweede paas. En dat zijn principes die ingeslepen moeten worden. Dus dat zie ik niet als... Het heeft eigenlijk met 2 principes te maken, met timing en spacing. En met die 2, dat zijn voor mij 2 principes en daar ben ik heel veel mee bezig. Dus en met trainen, en met oefenen, en met dezelfde oefening weer doen, erin slijpen. Erin slijpen, veel spelen. Vervolgens ook met een video weer laten zien, opnieuw laten zien. Daar moeten we heen. Dit gebeurt er als we het niet uitvoeren. Eigenlijk is dat continu slijpen, ja. Oké, Mark is now facing en Vanta now facing the ladder. Do exactly the same, but now you turn, like in a jump. Turn, turn, jump. Sprint. Go! Hey, and be in your stance, be low. Yeah! Be low, like in a... Go!
U zegt, ik heb niet een bepaalde theorie waar ik mee werk. Ja, misschien is het nu al een domme vraag, maar heeft u dan wel een bepaalde filosofie? Ja, ik probeer teamgeoriënteerd basketbal te spelen. Waarbij we in de aanval proberen om de wedstrijd te controleren. En in de verdediging proberen stops te maken. Ik wil graag fysiek agressief verdedigen. Hè, met veel balpressie. Nou, dat is ook iets waar we nog veel verder in moeten ontwikkelen. En dat gaat bij tijd en wijle gaat dat. Maar gewoon niet voor lang. De periodes zijn niet lang genoeg waarin we dat kunnen. Maar uiteindelijk wil ik slim basketbal spelen, waarop we continu op de verdediging reageren zoals die verdediging... Hè, de verdediging staat op een bepaalde manier en door aanvallende principes te volgen en keuzes te maken en te lezen wat de verdediging geeft, proberen we daar maximaal van te profiteren. Dat zit een beetje in de filosofie. En voor de rest denk ik dat gedrag heel belangrijk is. Hè, dus de manier waarop mensen met elkaar communiceren in een team. En uiteindelijk is in alles wat ik doe, of alles wat we doen, moet het team nummer 1 zijn. Hey, we play in this particular clip, we play 2. I'm just using one clip. I got 5 of them and I will show them in between the drills. Look at what happens. Over here you see Lance. Two is cutting. What do you see? Nobody going to the glass. This one. Second. No one cut it. Nobody was cutting. Yeah, so nobody's going to the glass, nobody's cutting, like out of the post pass. But before? We didn't use our strength. That's mainly the thing that I want to show. And that's why it's reading screens. Mark, you read everything, eh? Look at the first action, Valentine. I would love to see our team so be so aggressive that we read this. Vermeulen is following you, curl to the basket, layup. And then have the same continuity as we did this morning. And you come over as a curl, the big man is rotating, bounce pass, layup out of that. Now, Chu is not using the screen. Manny's position is high enough for us to use the screen, they will go over the screen, so we can flare, and now the defense need to react. And now the big man goes out, Manny has a second action, and we can go to the basket. Now the defense need to do something. Like I said, if we play like this, and we're just playing, okay, I have to be open on this position, and now we're setting a screen, and I have to be open on this position, and now the continuity is like this, and this, and this, and this, then we end up with 5 seconds on the clock, and somebody trying to penetrate to the basket, hoping that we have something. And then the continuity is like this. Then Manny is getting the post up. Always okay. Always okay. Post up. But now weak side has to be cutting. And then weak side, first guy cuts in weak side. Shors is on top. Mark is on top. Yeah. And setting a down screen on the next one. So we have out of the post up, it's not just a shot, but a second action also. So we constantly build on what we're trying to create. Okay, and that's what we're going to do over here. Ik weet nog wel aan het begin van het seizoen, na een aantal dagen, weken, vroeg aan Gert Schuurder van... Ja, als je Erik Brahlen moet vergelijken met een voetbalcoach, want dat is dat wat de grote menigte dan wat beter kent. Hè? Waar moet je nou mee vergelijken? Hij zei, nou ja, ik denk hij is wel van het fysieke, dus zaten we te denken aan Gert-Jaap Verbeek. Hij is ook wel van de tactiek, denk aan Ko Adriaans. Hij is eigenlijk altijd ook wel bezig met analyses, met DVD's bekijken. En dan moest ik persoonlijk weer denken aan Tron Solja, dat was de oud-coach van Heerenveen. Kunt hij daar een beetje in komen? In die mix, hoe ziet hij eruit? Ja, drie coaches. Nou, het zijn in ieder geval goede namen. Ja, dus, daar is niks mis mee, nee. Hè, dus in die zin moet ik daar denk ik tevreden mee zijn. Maar ik hoop toch vooral dat ik Erik Brouw ben. Ja, dat is het belangrijkste. Ja.
Even naar het team. Twee wedstrijden fantastisch begonnen. Laten we zo zeggen, eerste wedstrijd fantastisch begonnen, want die weer. De tweede wedstrijd eigenlijk goed gespeeld. Je kunt laten zien dat je meekomt. Je verliest hem dan, dus het is niet fantastisch, maar toch, je speelt goed. En dan die derde wedstrijd. Ja. Voor mij kwam het als een complete verrassing. Ja. Hoe was dat bij u? Nou, ik denk dat je twee dingen uit elkaar moet halen. En dat is resultaat, fantastisch, en uitvoering. En al die tijd was er wel wat op aan te merken op onze uitvoering ook. En dat heeft Nijmegen goed gezien. En die heeft daar maximaal gebruik van gemaakt. Door ons gewoon echt aan te pakken, fysiek. En lens te stoppen. Ook, dus daar echt aandacht aan te geven. En dat betekent dat de rest van het team moet gaan spelen. En daar ontbreekt het nog even aan. En dat is die samenwerking waarbij we... Die volgende stap is dat gewoon voor het team. En in die zin zou ik niet zeggen dat het me goed uitkwam. Maar het is voor ons als team, kunnen we het wel gebruiken om beter te worden. Ja, maar die doelstelling nog, hè, of ambitie zoals je het zelf zei, top 4. Ja, ik vind het wel hoog gegrepen. Nee hoor. Waarom niet? Nou, omdat ik denk dat dat in dit team zit. En ik zal met man en macht werken, en dat doet het team ook, om die doelstellingen te halen. En om te laten zien dat we de kwaliteit hebben en dat die er ook uit gaat komen. Kijk, waar het nu om zit in kleine dingen. Het gaat over hoe krijg je controle over een wedstrijd. Hoe kun je, als het niet loopt in de aanval, hoe kun je dan toch nog in de wedstrijd blijven? Het zijn allemaal, ja, eigenlijk voor mij winnende details die belangrijk zijn om onder de knie te krijgen. Ik zie dat het team het wil, maar het uitvoeren is het tweede. En daar vroeg ik aan het begin van het gesprek, vroeg je van wat heeft dit team nodig? Dat geduld heeft het nodig. En dus geduld letterlijk ook in het spel, maar ook geduld gewoon met zichzelf. Van, we moeten niet het idee hebben, we zijn nu een topteam. Nee, we willen een topteam worden. In Leeuwarden, ik hoop dat u begrijpt wat ik nu ga zeggen. Als u niet begrijpt, moet u het zeggen. Want het is Leeuwarders, niet eens Fries, maar Leeuwarders, zeggen ze hier vaak, het is niks, het had nooit wat geweest en het zal nooit wat worden. Ja. Nou gaat dat, moet ik eerlijk gezegd toegeven, vaak over Cambuur en niet over Aars. Okay. Maar het is wel een beetje de sportcultuur die hier heerst vaak. Merkt u dat ook? Nou, ik merkte wel dat mensen heel emotioneel waren na die wedstrijd tegen Nijmegen. En dat is prima, want daarvoor zijn het fans. En die moeten emotioneel zijn met dat soort wedstrijden. Maar ze moeten ook begrijpen dat ik bezig ben met een ander proces. En dat ik bezig ben met eigenlijk grotere doelen. En dat voor mij die wedstrijd binnen een systeem binnen een keten valt van wedstrijden. En dat ik gewoon doorga op het pad waarmee we bezig waren en wat we inzetten. En dat ik niet, doordat we één keer een wedstrijd verliezen, misschien niet zoals we graag zouden willen spelen, dat ik daarna heel erg van in paniek raak. Want in die zin ben ik wel vaker in dit soort situaties beland. En blijf ik ook gewoon doorgaan op de weg waarmee we bezig waren. En persoonlijk ben ik dus van mening dat het wel iets is nu al en dat het ook zeker veel zal worden. Nou, het is ook vaak een beetje negativiteit wat er dan heerst. Ja, ja. Ja, maar dat was duidelijk merkbaar na die wedstrijd. Maar ik vind ook, mensen hebben het recht daarop. En dat is ook prima dat ze dat zo voelen. En het is nu aan ons en ook aan mij om ervoor te zorgen dat mensen daar anders over gaan denken. En ik vind wel de consequentie is, als je negatief bent bij een slecht resultaat, ben je euforisch als het goed resultaat is. En als ze dat zijn, dan is prima. Nice shot, Drew. White ball, ja, kom, let's go. You have to play defense. Nee. Je maakt toch een score? Ja. Nou, in Nederland is het dan zo, neem de bal gewoon uit. Oké. Okay. Neem de bal gewoon uit. Hey jongens, ga eens, vraag gewoon eens eerst aan de binnenkant. Valentijn hoeft helemaal niet naar je te kijken om je te kunnen verdedigen. Vraag gewoon eerst die bal aan de binnenkant. Ja, journalisten vergelijken vaak, hè? Misschien heel vervelend. Maar Piet Miller, als ik die langs de lijn zag, ontzettend druk. Met van alles bezig ook, emotioneel ook. U bent volgens mij heel anders, hè? Veel rustiger. Ja. Waarom is dat? Omdat ik een analyse maak van de wedstrijd. En ik denk dat ik mijn team daar het meest mee help. En het zit ook in mijn karakter, uiteraard. Ik kijk continu, wat is de balans op het veld? Ik ben gewoon continu eigenlijk analyses aan het maken van wie spelen er, wie gaan er goed. Eigenlijk een continue situatie in me opnemen en proberen om het volgende moment goed te laten spelen. En als ik emotioneel word bij dingen die niet goed gaan en zo, dan ben ik aan het doen wat ik eigenlijk niet wil dat mijn spelers niet doen. Dus dat betekent elke keer bezig zijn met het volgende moment.
En dat is voor mij. En dus als ik dat wil van mijn spelers, dan moet ik daar zelf het goede voorbeeld te geven. Be aggressive van bovenend. Ja. Dat is de doelstelling van vandaag. Waarom? Ja, je moet gewoon agressief zijn in de verdediging en in de offense. In de offense, omdat zo maak je zeg maar, je medespelers zeg maar, beter in de verdediging. En in de verdediging, ja, je maakt je alleen maar zelf beter in de verdediging. Dus agressief zijn in, aan beide kanten. Dus ja. Maak jezelf beter. Dan en je dus, medespeler. Ja, dat moet je tijdens de training dus laten zien. Maar hoe ga je dat doen? Om agressief te zijn. Gewoon agressief, hard naar de baas gegaan en in de verdediging. Ball pressure en gewoon echt op de maan zijn, zeg maar. Ja, coach. Judy zegt, be aggressive on both ends. Doe je het daarmee eens? Ja, dat is een goede doelstelling. Soms heb ik ze liever iets specifieker. Hè, dus waar wil je dan in agressief zijn? Maar het is goed om je bewust te zijn wat je wil gaan doen op de vloer. Als je zo meteen gewoon gaat trainen en je doet maar wat, dan is het... Dan doe je ook maar wat. En nu ben je gericht op iets. Ja, jullie doen het elke dag, begrijp ik. Ja. Dus dat is het idee ook gewoon achter dat je een training hebt om beter te worden. En waarin wil je beter worden? Dat is dan de vraag. Ja. Pakken de spelers dat op? Als maar lang genoeg volhouden, waarschijnlijk wel. Nog even over die doelstellingen, hè? Waarom doet u dat? Omdat ik vind dat als wij, we spreken van aan het begin van het seizoen af, we willen beter worden. Dan moeten we ook weten waar we beter in willen worden. En dat kan je op langere termijn doen. Dat kun je met grote doelstellingen doen. Kijk, uiteindelijk is zeggen top 4 is een resultaatsdoelstelling in principe niet zo heel interessant. Want je kan niet de hele dag in je hoofd gaan lopen van we willen top 4 zijn en weet ik veel wat allemaal. Dus het gaat er meer om hoe worden we nummer, hoe komen we bij die eerste plaats terecht. Wat moeten we daarvoor doen? Nou, en daarvoor hebben we die kleine doelstellingen. Gewoon per dag proberen we iets te vinden. Wat kan ik vandaag goed doen om ervoor te zorgen dat we aan die doelstellingen zo meteen aan het eind voldoen? Dus eigenlijk bewust trainen. Ja. Ik pak er even twee uit. Mark Sanchez had opgeschreven energy. Ja. Komt dat eruit? Heeft hij voldaan aan die doelstelling? Ik vond dat hij met veel energie speelde. Kijk, dat is ook zoiets. Hij heeft in de wedstrijd gespeeld en vond van zichzelf dat hij met te weinig energie speelde. Vervolgens kun je daar dus iets mee gaan doen. Je kunt ook kunnen ook denken van nou, de volgende wedstrijd ga ik eens met heel veel energie spelen. Hè, dat zal iedereen wel denken. Maar je kunt ook de training daarna denken, oké, deze training ga ik kijken wat het me oplevert. Want ik denk dat het me iets oplevert. En als je dan vandaag ziet spelen, hoe actief die is en hoeveel die betrokken is bij alles wat er gebeurt op het veld. Nou, dan zie je dat het energie geven op een veld voor hem positief werkt. En dus is er een grotere kans dat hij dat zometeen in de wedstrijd ook gaat doen. Zijn er ook trainingen na afloop die zegt, hey, jij hebt niet voldaan aan je doel? Nou, ik moet zeggen dat tot nu toe ik heel erg bezig ben met... ik vind het belangrijk dat de doelstellingen worden geformuleerd voor zichzelf. Maar ik ben ze nog niet aan het afrekenen of aan het... ik wil eerst dat ze bewust daarmee bezig zijn dat ze een doelstelling moeten hebben als ze gaan trainen. En dat is, ook dat is een proces waarbij we zometeen langzamerhand komen in situaties waarin we wel gaan kijken naar die doelstellingen. Ja, soms ga ik met dat bord naar de stretching toe en dan vraag ik gewoon aan ze, als je nou deze doelstellingen bekijkt van jezelf en je kijkt op een schaal van 1 op 5, heb ik eraan voldaan? Nou, geef jezelf dan eens een cijfer, dat doe ik wel eens. Bent u een basketbalfreak? Ben ik een basketbalfreak? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, ik ben een behoorlijke basketbalfreak. Ik moet zeggen, ik heb nu eigenlijk de hele avond, vanavond is Euroleague en dan zit ik weer de hele avond voor de televisie. Dus het bekijken van weer door kijk ik naar Europees basketbal. Dus ik vind het wel leuk om basketbal te kijken ook. De relatie is nog steeds goed. En mijn vrouw zit ernaast, want die vindt die basketbalwedstrijd ook leuk. Bedankt. Een mazzelaar. Bedankt. Oké.